Dit is SBS Dutch. Koeien Nederlands praten. Drie mannen met Bart Vriends outfits in de handen. Nou ja, wij zijn hier voor Bart Vriends om hem te ontmoeten. Groot fan, uit Nederland, helemaal overgekomen. Maar toch niet speciaal voor hem? Nee, niet helemaal speciaal voor Bart, maar wel een klein beetje. Wij zijn hier op reis in Australië. En voordat we dit plan hadden bedacht, zaten we bij ons thuis in ons studentenhuis op de bank en dachten, we gaan wat geks doen. We sturen hem een berichtje en binnen een paar uur reageerde die. Nou, geluk kon niet op. Ja, en hier staan we dan. Met shirtje in de hand en over een uurtje een afspraak. Een koffiedate met Bart. 6 uur voor gereden. Dus het is wel echt een van de hoogtepunten van de reis, zeg maar. Maar echt alleen voor die afspraak helemaal naar Adelaide gekomen dan? Ja. Ze komen eigenlijk uit Melbourne. En een week geleden werd het definitief. We zijn vanochtend vanuit Melbourne, een paar uur ervan af, vertrokken. 6,5 uur gereden voor dit. Maar zijn jullie echt groot fan van hem zelf? Wij zijn echt groot fan van Bart Vriends. We volgen hem al een aantal jaren. We zijn al naar de wedstrijden bij Sparta geweest. En we luisteren ook de podcast. Dus wij zijn wel een groot fan van Bart Vriends. Ja. Dus was het huilie toen hij aankondigde dat hij naar Australië ging, of niet? Eigenlijk niet. Eigenlijk was het alleen maar positief. We hadden niet eigenlijk het idee van, we kunnen daar iets met een voetballer ontmoeten. Nou, ineens Bart Vriends was ook nog eens een van de favoriete voetballers uit Nederland. Dus dat was alleen maar positief toen hij zei, ik ga naar Adelaide. En voor ons lag dat op de route. Dus, toevallig, want 10 weken dus. Ja. Dus dit is het hoogtepunt. Ja, dit is wel echt zeker een hoogtepunt. Het was vooraf al vastgesteld door ons dat dit wel het hoogtepunt zou zijn van de reis. Hoe ver zijn jullie qua reis van die 10 weken? We zitten momenteel week 4. En we hebben het nu Sydney, Tasmanië en dan Melbourne. En nu dan 1 nachtje Adelaide. En daarna gaan we weer terug naar Melbourne en vliegen we naar Brisbane. En gaan jullie hem nog in actie zien, denk je? Nou, we gaan hem vragen voor een potje two-touch. Dat is een hooghoudspelletje. Wij zijn al een paar weken druk aan het oefenen. Dus we gaan kijken of we hem kunnen uitdagen. Nou, heel veel plezier. Wat leuk om jullie hier zo in de shop van Adelaide United te ontmoeten. Heel veel plezier. De hoogtepunt halverwege de reis. Of dit overtreffen valt? Nee, dit is niet overtreffen. Dit wordt misschien wel het mooiste moment van het jaar. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.